Een hele goede morgen, goedemiddag, goedenavond of misschien zelfs goedenacht, lieve handwerksterren en alle andere bezoeksterren van dit supergezellige en dagelijks geopende online handwerkcafé. Daar zijn we weer. Of nou ja, jullie zijn er gezellig, maar ik ben er niet. Dit uur kan ik niet live aanwezig zijn en daarom zet ik een reserveuurtje in. En ik wens jullie daar veel plezier bij. We gaan weer luisteren naar sprookjes en verhalen op de Maak het met Miranda wijze. Heel veel luisterplezier en laat alsjeblieft een duimpje achter onder deze video. En een reactie eronder vind ik ook heel erg leuk. Vandaag gaan we beginnen met het spannende verhaal De Meesterdief van de Gebroeders Grimm. Op een dag zaten een oude man en zijn vrouw voor hun armoedige huis wat uit te rusten van het werk. Opeens kwam daar een schitterende koets aanrijden, bespannen met 4 zwarte paarden. Hoi! Hoi! Alles goed? Ja, jou ook? Ook goed! Prachtig! Hey. De koets stopte en er stapte een rijk geklede heer uit. De boer stond op, liep naar de heer toe en vroeg wat hij wenste en wat hij voor hem kon doen. De vreemdeling gaf de oude man een hand en zei: ik heb geen andere wens dan eens een keer een lekker landelijk gerecht te eten. Als u aardappels voor mij klaarmaakt, zoals u die zelf ook altijd eet, dan zal ik bij u aan tafel gaan zitten en me eraan te goed doen. De boer glimlachte en zei: u bent een graaf of een prins of misschien wel een hertog. Dit soort verlangens hebben voorname heren soms, maar uw wens zal vervuld worden. De vrouw ging naar de keuken en begon de aardappels te wassen en te raspen om er noedels van te maken, zoals de boeren die eten. Terwijl ze daarmee bezig was, zei de boer tegen de vreemdeling: komt u ondertussen maar mee naar mijn tuin, daar heb ik nog iets te doen. In de tuin had hij kuilen gegraven waarin hij nu bomen wilde gaan zetten. Hebt u geen kinderen die u bij het werk kunnen helpen? Vroeg de vreemdeling. Nee, antwoordde de boer. Ik heb wel een zoon gehad, maar die is al heel lang geleden de wijde wereld ingetrokken. Het was een jongen die niet wilde deugen. Hij was slim en listig, maar hij wilde niet leren en haalde alleen maar streken uit. Ten slotte is hij weggelopen en sindsdien heb ik nooit meer iets van hem gehoord. De oude man pakte een boompje, plantte het in een kuil en zette er een paal naast. En toen hij de grond erin had geschept en die had vastgestampt, bond hij de stam met een strooien touw aan de paal vast, onderaan, bovenaan en in het midden. Vertel me eens, vroeg de heer, waarom bindt u die kromme, knoestige boom die daar in de hoek bijna op de grond hangt niet ook aan een paal zoals deze, zodat hij recht kan groeien? De oude man glimlachte en zei: heer, u praat naar uw verstand hebt. Ik kan wel zien dat u zich nooit met tuinieren hebt beziggehouden. Die boom daar is oud en knoestig. Die krijgt niemand meer recht. Bomen moet je leiden, terwijl ze nog jong zijn. Het is net zoals bij uw zoon, zei de vreemdeling. Als u die geleid had toen hij nog jong was, was hij niet weggelopen. Nu zal hij ook wel hard en knoestig zijn geworden. Natuurlijk, antwoordde de oude man. Het is al zo lang geleden dat hij wegging. Hij zal wel erg veranderd zijn. Zou u hem nog herkennen als hij voor u stond? Vroeg de vreemdeling. Aan zijn gezicht waarschijnlijk niet, antwoordde de boer. Maar hij heeft een kenmerk. Hij heeft een moedervlek op zijn schouder in de vorm van een boom. Toen hij dat gezegd had, trok de vreemdeling zijn jasje uit, ontblootte zijn schouder en toonde de boer een moedervlek in de vorm van een boom. Mijn hemel, riep de oude man. Je bent waarachtig mijn zoon.
en de liefde voor zijn kind welde op in zijn hart. Maar, voegde hij eraan toe, hoe kun je mijn zoon zijn? Je bent een deftig heer geworden en je leeft in rijkdom en overvloed. Hoe heb jij dat bereikt? Ach, vader, antwoordde de zoon. De jonge boom was niet aan een paal gebonden en is krom gegroeid. Nu is hij te oud, recht wordt hij niet meer. Hoe ik dat allemaal heb verkregen? Ik ben een dief geworden. Maar schrik niet, ik ben een meesterdief. Voor mij bestaat slot nog grendel. Waar ik mijn zinnen op gezet heb, dat is van mij. Denk maar niet dat ik steel zoals een gewone dief. Ik neem alleen van de overvloed van de rijken. Arme mensen zijn veilig voor mij. Hun geef ik liever iets dan dat ik ze iets ontneem. En ook wat ik zonder moeite, list en slimheid kan krijgen, dat raak ik niet aan. Ach zoon, zei de vader, dat bevalt me toch niet. Een dief blijft een dief. Ik zeg je, dat loopt niet goed af. Hij nam hem mee naar zijn moeder. En toen zij hoorde dat het haar zoon was, huilde ze van vreugde. Maar toen hij haar vertelde dat hij een meesterdief was geworden, stroomden er twee beekjes van tranen over haar gezicht. Ten slotte zei ze, al is hij een dief geworden, hij is toch mijn zoon en mijn ogen hebben hem nog een keer mogen zien. Ze gingen aan tafel en hij at met zijn ouders weer eens de eenvoudige kost die hij lang niet meer gegeten had. De vader zei, als onze heer, de graaf daar ginds in dat grote kasteel, hoort wie jij bent en wat je doet, dan zal hij je niet in zijn armen nemen om je te wiegen zoals hij deed toen hij je ten doop hield. Nee, hij laat je bungelen aan de galg. Maak u geen zorgen, vader. Hij zal mij niets doen, want ik versta mijn vak. Ik ga vandaag nog zelf naar hem toe. Toen het tegen de avond liep, stapte de meesterdief in zijn koets en reed naar het kasteel. De graaf ontving hem hoffelijk, want hij dacht dat het een voornaam man was. Maar toen de vreemdeling vertelde wie hij was, verbleekte hij en zweeg een hele tijd. Eindelijk zei hij, jij bent mijn peterkind, daarom zal ik genade voor recht laten gelden en je toegeeflijk behandelen. Omdat je je erop benoemt dat je een meesterdief bent, wil ik je kunst op de proef stellen. Maar als je de proef niet doorstaat, moet je de bruiloft vieren met de dochter van de touwslager. En daarbij zal het gekras van de raven je muziek zijn. Heer graaf, antwoordde de meesterdief. Bedenkt u maar 3 opdrachten, zo moeilijk als u wilt. En als ik ze niet vervul, kunt u met me doen wat u wenst. De graaf dacht enkele ogenblikken na en toen sprak hij. Vooruit dan. Ten eerste moet je mijn lievelingspaard uit de stal stelen. Ten tweede moet je, als ik en mijn vrouw slapen, het laken onder ons vandaan trekken zonder dat we het merken.
en tegelijkertijd ook de trouwring van de vinger van mijn vrouw halen. En het derde en laatste is dat je de pastoor en de kosten uit de kerk moet ontvoeren. Onthoud het allemaal goed, want je leven staat op het spel. De meesterdief ging op weg naar de dichtstbijzijnde stad. Hij kocht daar de kleren van een oude boerenvrouw en trok ze aan. Hij schilderde zijn gezicht bruin en tekende er ook nog rimpels op, zodat niemand hem kon herkennen. En tenslotte vulde hij een vaatje met oude Hongaarse wijn, waarin een sterke slaapdrank was opgelost. Het vaatje deed hij in een draagkorf die hij op zijn rug nam en toen liep hij met voorzichtige, wankele stappen naar het kasteel van de graaf. Het was al donker toen hij daar aankwam. Hij ging op de binnenplaats op een steen zitten, begon te hoesten als een oude vrouw met een borstkwaal en wreef zijn handen alsof hij het koud had. Voor de deur van de paardenstal lagen soldaten rond een vuurtje. Een van hen merkte de vrouw op en hij riep haar toe. Kom maar hier, oudmoedertje, dan kun je je bij ons warmen. Je hebt toch geen bed voor de nacht en ben blij met wat je kunt krijgen. De oude vrouw dribbelde erheen, vroeg of ze de korf van haar rug wilde tillen en ging tussen hen in bij het vuur zitten. Wat heb je daar in dat vaatje, oude tante? Vroeg een van hen. Een lekker slokje wijn, antwoordde ze. Die handel is mijn broodwinning. Voor geld en goede woorden wil ik jullie best een glaasje geven. Kom maar op, zei de soldaat. En toen hij een glaasje had geproefd, riep hij: Ik wil er graag nog een, want het is echt goede wijn. Hij liet zich nog eens inschenken en de anderen volgden zijn voorbeeld. Hé, kameraden, riep een van hen naar de soldaten die in de stal zaten. Hier is een moedertje met wijn, die net zo oud is als zijzelf. Neem ook een slok, dat warmt je maag nog beter dan ons vuur. De oude vrouw ging met haar vaatje de stal in. Eén soldaat zat op het gezadelde paard van de graaf en een ander hield de teugel in zijn hand. Een derde had de staart vast. Ze schonk zoveel als ze maar wilden, tot de bron was opgedroogd. Het duurde niet lang, of de teugel viel uit de hand van de ene man. Hij zakte in elkaar op de grond en begon te snurken. De andere liet de staart los, ging liggen en snurkte nog harder. Degene die in het zadel zat, bleef weliswaar zitten toen hij in slaap viel, maar zijn hoofd zakte bijna tot op de nek van het paard en hij blies alsof zijn mond een blaasbalg was. De soldaten buiten waren al lang in slaap gevallen en lagen roerloos op de grond alsof ze van steen waren en snurkten als ossen. De meesterdief zag dat het hem gelukt was, gaf hij de man van de teugel een touw in zijn hand. En de man van de staart gaf hij een bosje stro. Maar wat moest hij nu beginnen met de man die op de rug van het paard zat? Hem eraf gooien wilde hij niet. Dan werd hij misschien wakker en zou hij gaan schreeuwen. Maar hij bedacht een oplossing. Hij gespte de zadelriem los, knoopte een paar touwen die in ringen aan de muur hingen aan het zadel vast en trok de slapende ruiter met zadel en al omhoog. Toen sloeg hij de touwen om de paal en maakte ze vast. Het paard had hij al gauw los van de ketting, maar als hij over het stenen plaveisel van de binnenplaats zou rijden, zouden ze in het kasteel het lawaai horen. En daarom wikkelde hij eerst oude lappen om de hoeven.
en toen nam hij het paard voorzichtig mee naar buiten. Daar sprong hij er bovenop en hij draafde weg. Toen de dag was aangebroken, galoppeerde de meesterdief op het gestolen paard naar het kasteel. De graaf was net op en keek uit het raam. Goedemorgen, heer graaf, riep hij hem toe. Hier is het paard dat ik met goed gevolg uit de stal heb gehaald. Kijk maar eens hoe heerlijk uw soldaten daar liggen te slapen. En als u naar de stal gaat, zult u zien hoe gemakkelijk uw bewakers het zich hebben gemaakt. De graaf moest lachen en toen zei hij: Eén keer is het je gelukt, maar de tweede keer zal het niet zo goed aflopen. En ik waarschuw je, wanneer ik je als dief tegenkom, zal ik je ook als dief behandelen. Toen de gravin 's avonds naar bed was, kneep ze haar hand met de trouwring stijf dicht en de graaf zei: Alle deuren zijn op slot en de grendels zitten ervoor. Ik blijf wakker om op de dief te wachten. Als hij door het raam klimt, schiet ik hem gewoon neer. Maar de meesterdief liep in de duisternis naar de galg, sneed een arme boosdoener die daar hing los van het touw en droeg hem op zijn rug naar het kasteel. Daar zette hij een ladder tegen het slaapvertrek, tilde de dode op zijn schouders en begon naar boven te klimmen. Toen hij zo hoog was gekomen dat het hoofd van de dode voor het raam verscheen, schoot de graaf, die op zijn bed op de loer lag, een pistool op hem leeg. De meesterdief liet de arme boosdoener meteen vallen, sprong zelf van de ladder af en verstopte zich in een hoekje. De maan scheen zo helder dat de meesterdief duidelijk kon zien hoe de graaf door het raam op de ladder klom, naar beneden kwam en de dode naar de tuin droeg. Daar begon hij een kuil te graven om hem in te leggen. Nu, dacht de dief, nu is het gunstigste moment gekomen. En hij sloop behendig uit zijn hoekje en klom de ladder op regelrecht de slaapkamer van de gravin in. Lieve vrouw, begon hij met de stem van de graaf, de dief is dood, maar hij was toch mijn peterkind. En eigenlijk was hij meer een schelm dan een echte schurk. Ik wil hem niet prijsgeven aan de openbare schande en ik heb ook medelijden met zijn arme ouders. Ik zal hem zelf in de tuin begraven voordat het licht wordt, zodat de zaak niet aan de grote klok wordt gehangen. Geef me ook het laken maar, dan wikkel ik daar het lijk in en kan ik hem als een hond onder de grond stoppen. De gravin gaf hem het laken. Weet je wat, vervolgde de dief, ik voel me opeens erg edelmoedig. Geef mij de ring ook maar. De ongelukkige heeft zijn leven gewaagd en nu mag hij de ring meenemen in zijn graf. Ze wilde de graaf niet tegenspreken en hoewel ze het met tegenzin deed, haalde ze toch de ring van haar vinger en gaf hem die. De dief maakte zich met de twee dingen uit de voeten en kwam veilig thuis voordat de graaf in de tuin klaar was met zijn doodgraverswerk. Wat een lang gezicht, trok de graaf toen de meesterdief hem de volgende morgen het laken en de ring kwam brengen. Kun je soms toveren? Vroeg hij hem. Wie heeft jou uit het graf gehaald waar ik jezelf in heb gelegd en wie heeft je weer levend gemaakt? U kunt mij niet begraven, zei de dief. Maar die arme boosdoener aan de galg. En hij vertelde uitvoerig hoe het gegaan was en de graaf moest bekennen dat hij hem een slimme, listige dief vond. Maar je bent nog niet klaar, vervolgde hij. Je moet de derde opdracht nog vervullen en als je dat niet lukt, is het toch met je gedaan. De meesterdief glimlachte en gaf geen antwoord. Toen de nacht was gevallen, stapte hij met een grote zak op zijn rug, een bundel onder zijn arm en een lantaarn in zijn hand naar de dorpskerk. In de zak zaten kreeften en in de bundel korte waskaarsen. Hij ging op het kerkhof zitten, haalde een kreeft uit de zak en plakte een waskaarsje op zijn rug. Hij stak het kaarsje aan, zette de kreeft op de grond en liet hem kruipen. Hij haalde nog een kreeft uit de zak, deed daar hetzelfde mee en ging zo door tot ook op de laatste kreeft uit de zak een kaarsje stak. Daarop trok hij een lang zwart gewaad aan dat eruit zag als een monnikspij. En hij plakte een grijze baard op zijn kin. Toen hij eindelijk helemaal onherkenbaar was, nam hij de zak waar de kreeften in hadden gezeten
ging de kerk binnen en klom op de kansel. De torenklok sloeg net 12. En toen de laatste slag was verklonken, riep hij met luide, galmende stem: luister, zondige mensen, het einde der tijden is gekomen. De jongste dag nadert, luister, luister. Wie mee wil naar de hemel, moet in de zak kruipen. Ik ben Petrus, die de hemelpoort opent en sluit. Kijk, buiten, op het kerkhof, kruipen de overledenen rond om hun gebeente te verzamelen. Kom, kom, kruip in de zak. De wereld gaat ten onder. Het geschreeuw schalde door het hele dorp. De pastoor en de koster, die het dichtst bij de kerk woonden, hadden het eerst gehoord. En toen ze de lichtjes zagen die over het kerkhof kropen, begrepen ze dat er iets ongebruikelijks gebeurde en ze gingen de kerk binnen. Ze luisterden een poosje naar de preek. En toen stootte de koster de pastoor aan en sprak: het zou niet slecht zijn om deze gelegenheid aan te grijpen. Dan komen wij voor het aanbreken van de jongste dag op een gemakkelijke manier in de hemel. Zeker, antwoordde de pastoor. Dat stond ik ook net te denken. Als u wilt, gaan we samen op weg. Ja, antwoordde de koster. Maar gaat u voor, meneer pastoor. Ik zal u volgen. De pastoor ging dus voorop en beklom de kansel, waar de meesterdief de zak opende. De pastoor kroop er het eerst in en daarna de koster. Meteen bond de dief de zak stevig dicht. Hij pakte hem bij een punt en sleepte hem de kanseltrap af. Hobbelde, bobbelde, bonk, bonk, bonk. Telkens als de hoofden van de twee dwazen op de treden sloegen, riep hij: nu gaan we al over de bergen. En op diezelfde manier sleepte hij hen door het dorp. En als ze door een plas kwamen, riep hij: nu gaan we door de natte wolken. En toen hij hen tenslotte de trap van het kasteel opsleepte, riep hij: nu zijn we op de hemeltrap en zometeen staan we in de voorhof. Toen hij boven was aangekomen, duwde hij de zak in de duiventil. En toen de duiven opfladderden, riep hij: horen jullie hoe blij de engelen zijn en hoe ze met hun vleugels slaan? Toen schoof hij de grendel ervoor en maakte hij dat hij wegkwam. De volgende morgen ging hij naar de graaf en vertelde hem dat hij ook de derde opdracht had volbracht en de pastoor en de koster uit de kerk had ontvoerd. Waar heb je hen gelaten? Vroeg de graaf. Ze liggen daarboven in een zak in de duiventil en denken dat ze in de hemel zijn. De graaf klom zelf naar boven en overtuigde zich ervan dat de dief de waarheid had gesproken. En toen hij de pastoor en de koster uit hun gevangenis had bevrijd, sprak hij: je bent een aartsdief en je hebt gewonnen. Ditmaal kom je er heel huids vanaf, maar maak dat je uit mijn land komt, want als je je hier weer vertoont, kun je erop rekenen dat je tot de galg verheven wordt. De aartsdief nam afscheid van zijn ouders, trok weer de wijde wereld in en niemand heeft ooit meer iets van hem vernomen. Het volgende verhaal, naar een sprookje van de gebroeders Grimm, heet De Tamboer. Op een avond ging een jonge tamboer heel alleen het veld in.
Toen hij bij een meer kwam, zag hij op de oever 3 lapjes wit linnen liggen. Wat een fijn linnen, zei hij. En hij stopte 1 lapje in zijn zak. Hij ging naar huis, dacht niet meer aan zijn vondst en ging gewoon lekker naar bed. Ineens schrok hij wakker. Hij dacht dat hij iemand zijn naam heel zachtjes hoorde zeggen. Hij luisterde nog eens goed en hoorde een zachte stem die hem toeriep. Tamboer, tamboer, word wakker. Omdat het donker was, kon hij niemand zien. Maar het was net alsof er een gedaante voor zijn bed heen en weer zweefde. Wat wil je? Vroeg hij. Geef me mijn hemdje terug, antwoordde de stem. Dat heb je gisteravond bij het meer meegenomen. Je krijgt het terug, sprak de tamboer, als je me vertelt wie je bent. Ach, antwoordde de stem. Ik ben de dochter van een machtige koning, maar ik ben in de macht van een heks gekomen en verbannen naar de glazen berg. Elke dag moet ik in het meer gaan baden met mijn 2 zusjes. Maar zonder mijn hemdje kan ik niet meer wegvliegen. Mijn zusjes zijn er vandoor gegaan, maar ik moest achterblijven. Ik smeek je, geef me mijn hemdje terug. Rustig maar, arm kind, zei de tamboer. Natuurlijk krijg je het terug. Hij haalde het uit zijn zak en reikte het haar aan in het donker. Ze pakte het haastig aan en wilde ermee wegvliegen. Wacht nog even, zei hij. Misschien kan ik je helpen. Helpen kun je mij alleen als je de glazen berg beklimt en mij uit de macht van de heks bevrijdt. Maar je kunt niet bij de glazen berg komen en zelfs als je er vlakbij was, kon je er niet bovenop komen. Waar een wil is, is een weg, zei de tamboer. Ik heb medelijden met je en ik ben nergens bang voor. Maar ik weet de weg naar de glazen berg helemaal niet. De weg loopt door het grote bos waar de menseneters huizen, antwoordde zij. Meer mag ik je niet zeggen. En daarop hoorde hij haar wegfladderen. Bij het aanbreken van de nieuwe dag ging de tamboer op pad. Hij hing zijn trommel om en liep onbevreesd recht het bos in. Hij maakte zo'n herrie dat de vogels krijsend uit de bomen opvlogen. Het duurde niet lang of er kwam ook een reus overeind die in het gras had liggen slapen. En hij was net zo groot als een spar. Zeg Wurm, riep hij, wat loop jij hier te trommelen en mij uit mijn heerlijke slaap te wekken? Ik trommel, antwoordde hij, omdat er nog 1000 achter mij aankomen. Zo wijs ik ze de weg. Wat moeten die hier in mijn bos? Vroeg de reus. Ze willen jou een kopje kleiner maken en het bos zuiveren van een monster zoals jij. Oh, zei de reus. Ik trap jullie dood als mieren. Denk je dat je iets tegen hun kunt beginnen? Vroeg de tamboer. Als je je bukt om er een te pakken, schiet hij weg en verstopt zich. En als je ligt te slapen, komen ze uit alle struiken tevoorschijn en kruipen tegen je op. Ze hebben allemaal een stalen hamer aan hun gordel en daarmee slaan ze je de schedel in. De reus dacht geërgerd. Als ik me met dat listige volkje inlaat, zou het wel eens lelijk voor me af kunnen lopen. Wolven en beren knijp ik de strot dicht, maar tegen aardwormen kan ik me niet beschermen. Luister, kereltje, zei hij, ga weer weg. Ik beloof je dat ik jou en je makkers in het vervolg met rust zal laten. En als je nog een wens hebt, zeg het me dan.
Ik wil je wel een plezier doen. Jij hebt lange benen, zei de tamboer. Jij kunt harder lopen dan ik. Als je mij naar de glazen berg wilt brengen, dan zal ik mijn makkers een teken geven dat ze zich moeten terugtrekken en je deze keer met rust moeten laten. Kom hier, Worm, zei de reus. Ga op mijn schouders zitten. Ik zal je brengen waar je heen wilt. En de reus tilde hem op zijn schouders en daarboven begon de tamboer naar hartelust op zijn trommel te slaan. Reus dacht, dat zal het teken wel zijn dat al die anderen zich moeten terugtrekken. Na een poosje stond er een andere reus langs de weg. Hij nam de tamboer van de eerste reus over en stak hem in zijn knoopsgat. De tamboer pakte de knoopbeet, die zo groot was als een schotel, en hield zich daaraan vast. Hij keek vrolijk om zich heen. Daarna kwamen ze nog bij een derde reus. En die haalde hem uit het knoopsgat en zette hem op de rand van zijn hoed. Daarboven liep de tamboer heen en weer en rondom, terwijl hij boven de bomen uitkeek. En toen hij in de blauwe verte een berg in het oog kreeg, dacht hij, dat is vast de glazen berg. En zo was het ook. De reus hoefde nog maar een paar stappen te doen en toen waren ze aan de voet van de berg. En daar zette de reus hem af. De tamboer wilde dat hij hem ook naar de top van de glazen berg droeg. Maar de reus schudde zijn hoofd, bromde iets in zijn baard en liep terug naar het bos. Nu stond de arme tamboer onderaan de glazen berg. Die was even hoog als 3 bergen op elkaar gestapeld en bovendien zo glad als een spiegel. Hij zou niet weten hoe hij erop moest komen. Hij begon te klimmen, maar tevergeefs. Hij gleed telkens weer omlaag. Was ik maar een vogel, dacht hij. Maar wensen hielp niet. Hij kreeg geen vleugels. Terwijl hij daar zo stond en geen raad wist, zag hij niet ver bij hem vandaan 2 mannen hevig ruzie maken. Hij ging naar hen toe en zag dat het om een zadel ging dat voor hen op de grond lag en dat ze allebei wilden hebben. Wat een dwazen zijn jullie, zei hij. Vechten om een zadel, terwijl er niet eens een paard is. Het zadel is de moeite van het vechten waard, antwoordde een van de mannen. Wie erop zit en zich ergens heen wenst, al is het eind van de wereld, die is er zodra hij de wens heeft uitgesproken. Dit zadel is van ons allebei. Het is nu mijn beurt om erop te rijden, maar de ander wil dat niet. Die strijd zal ik wel eens beslechten, zei de tamboer. Hij liep een eindje weg en stak een witte stok in de grond. Toen kwam hij terug en sprak. Nu moeten jullie naar dat doel toe rennen. Wie er het eerst is, mag het eerst rijden. Ze draafden allebei weg, maar zodra ze een paar stappen hadden gezet, sprong de tamboer op het zadel, wenste zich op de glazen berg en in een oogwenk was hij daar. Bovenop de berg was een vlakte waar een oud stenen huisje stond. En voor het huisje lag een grote visvijver en daarachter was een donker bos. Mensen en dieren zag hij niet. Alles was stil. Alleen de wind ritselde in de bomen en de wolken zeilden vlak boven zijn hoofd voorbij. Hij liep naar de deur en klopte aan. Toen hij voor de derde keer had geklopt, deed een oude vrouw met een bruin gezicht en rode ogen de deur open. Ze had een bril op haar lange neus staan, keek hem scherp aan en vroeg wat hij wenste. Ik wil naar binnen, ik wil eten en een bed, antwoordde de tamboer. Dat kun je krijgen, zei de oude vrouw, als je daarvoor 3 opdrachten wilt vervullen. Waarom niet, antwoordde hij. Ik schuw geen enkel karwei, al is het nog zo zwaar.
De oude vrouw liet hem binnen, gaf hem eten en 's avonds een goed bed. Toen hij 's morgens was uitgeslapen, haalde de oude vrouw een vingerhoed van haar knokige vinger af, gaf die aan de tamboer en zei: ga aan het werk en schep de vijver buiten met een vingerhoed leeg. Maar voordat het donker wordt, moet je klaar zijn. En alle vissen in het water moeten naar soort en grootte zijn uitgezocht en naast elkaar zijn gelegd. Wat een raar werkje, zei de tamboer. Maar hij ging naar de vijver en begon te scheppen. Hij schepte de hele morgen. Maar wat kun je bij zo'n groot water met een klein vingerhoedje beginnen? Ook al schep je 1000 jaar, je krijgt hem niet leeg. En toen het middag was, dacht hij: het is allemaal te vergeefs en het maakt niets uit of ik werk of niet. En hij hield op en ging zitten. Toen kwam er een meisje het huis uitgelopen. Ze zette een mandje met eten voor hem neer en zei: ach, je zit daar zo treurig. Wat is er aan de hand? Hij keek naar haar en zag dat ze beeldschoon was. Ach, zei hij, ik kan de eerste opdracht al niet vervullen. Hoe zal het dan met de andere opdrachten gaan? Ik kwam om een koningsdochter te zoeken die hier zou moeten wonen, maar ik heb haar niet gevonden. Ik ga maar weer verder. Blijf hier, zei het meisje. Ik zal je uit de nood helpen. Je bent moe, leg je hoofd in mijn schoot en ga lekker slapen. Als je weer wakker wordt, is het werk gedaan. De tamboer liet zich dat geen twee keer zeggen en zodra zijn ogen dichtvielden, begon hij verschrikkelijk te snurken. En het meisje draaide aan haar navelpiercing en zei: water omhoog, vissen eruit. En onmiddellijk steeg het water op als een witte nevel en het zeilde weg met de andere wolken. En de vissen klapten met hun staart, sprongen op de oever en gingen naast elkaar liggen, gesorteerd naar grootte en soort. Toen de tamboer wakker werd, zag hij vol verbazing dat alles klaar was. Het meisje zei: een van de vissen ligt niet bij zijn soortgenoten, maar helemaal alleen. Als de oude vrouw vanavond komt en ziet dat alles gebeurd is zoals ze had geëist, zal ze vragen wat die vis daar alleen moet. Smijt haar dan de vis in het gezicht en zeg: die is voor jou, oude heks. 'S avonds kwam de oude vrouw inderdaad. En toen ze die vraag had gesteld, smeet hij haar de vis in het gezicht. Ze deed alsof ze het niet merkte en zweeg, maar keek hem met boosaardige rode ogen aan. De volgende morgen sprak ze: gisteren was het te gemakkelijk voor je. Ik moet je zwaarder werk opdragen. Vandaag moet je het hele bos omhakken, het hout splijten en in vadems opstapelen. En vanavond moet alles klaar zijn. Ze gaf hem een bijl, een hamer en 2 wiggen. Maar de bijl was van lood en de hamer en de wiggen waren van blik. Toen hij begon te hakken, boog de bijl om en de hamer en de wiggen werden in elkaar gedrukt. Hij wist zich geen raad, maar 's middags kwam het meisje weer met het eten en zij troostte hem. Leg je hoofd maar in mijn schoot, zei ze, en ga lekker slapen. Als je wakker wordt, is het werk gedaan. Hij ging weer liggen en viel in no time in slaap. Het meisje draaide aan haar neuspiercing en ogenblikkelijk stortte het hele bos krakend in elkaar. Het hout spleet vanzelf en ging in vadems liggen en het was alsof onzichtbare reuzen het werk deden. Toen hij wakker werd, zei het meisje: kijk, het hout is gehakt en opgestapeld. Er is maar 1 tak over, maar als de oude vrouw vanavond komt en vraagt wat die tak daar moet, geef haar dan een klap met die tak en zeg: die is voor jou, oude heks. De oude vrouw kwam 's avonds. Kijk eens, zei ze,
hoe gemakkelijk dat werk was. Maar voor wie ligt die tak daar nog? Voor jou, oude heks, antwoordde hij terwijl hij haar een klap met de tak gaf. Maar zij deed alsof ze het niet voelde, lachte honend en sprak. Morgen vroeg moet je al het hout op een hoop leggen, aansteken en verbranden. Dus bij het aanbreken van de dag stond hij op en begon het hout aan te slepen. Maar hoe kan één mens een heel bos verzamelen? Het werk schoot weer niet op, maar het meisje verliet hem niet in de nood. Ze bracht hem 's middags zijn eten en toen hij gegeten had, legde hij zijn hoofd in haar schoot en viel in slaap. Toen hij wakker werd, stond de hele houtstapel in lichte laaien en de vuurtongen reikten tot in de hemel. Luister, sprak het meisje. Als de heks straks komt, zal ze je iets opdragen. Doe zonder angst wat ze van je vraagt, dan kan ze niets tegen je beginnen. Maar als je bang bent, word je door het vuur gegrepen en verteerd. En als je uiteindelijk alles hebt gedaan, grijp haar dan met beide handen en smijt haar midden in het vuur. Het meisje verdween weer richting huis en de oude vrouw kwam uit het bos aangeslopt. Oh, 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 wat heb ik het koud. Maar hier brandt een warm vuur. Dat warmt mijn oude botten en dat zal me goed doen. Maar waarom ligt daar een blok dat niet wil branden? Dat moet je er voor mij uithalen. En als je dat hebt gedaan, ben je vrij en kun je gaan waar je heen wilt. Vooruit! Spring het vuur in! De tamboer aarzelde niet en sprong midden in de vlammen. Maar ze deden hem niets. Nog geen haar kon hem krenken. Hij haalde het blok eruit en legde het voor haar neer. Zodra het hout de grond raakte, veranderde het en daar stond het mooie meisje voor hem dat hem in de nood had geholpen. En aan haar zijde goudglanzende kleren kon hij zien dat het de koningsdochter was. Maar de oude vrouw lachte gemeen en zei... Je denkt dat je haar hebt, maar je hebt haar nog niet. En net toen ze op het meisje wilde afstormen om haar weg te trekken, greep hij de oude vrouw met beide handen, tilde haar op en smeet haar in de muil van de vlammen, die zich boven haar sloten, alsof ze blij waren dat ze een heks mochten verteren. En toen ze verteerd was, stopte het vuur onmiddellijk met branden. De koningsdochter keek naar de tamboer en toen ze zag dat hij een knappe jonge man was en bedacht dat hij zijn leven had gewaagd om haar te verlossen, reikte ze hem haar hand en zei... Jij hebt alles voor mij gewaagd. Nu wil ik ook voor jou alles doen. Als je mij trouw belooft, mag je mijn gemaal worden. Aan rijkdom ontbreekt het ons niet. We hebben genoeg aan wat de heks hier heeft verzameld. Ze nam hem mee naar binnen en daar stonden kisten en kasten vol met de schatten van de heks. Ze lieten goud en zilver liggen en namen alleen de edelstenen mee. Zij wilde niet langer op de glazen berg blijven en hij zei tegen haar... Kom bij me op mijn zadel zitten, dan vliegen we naar beneden als vogels. Dat oude zadel bevalt mij niet, zei ze. Ik hoef alleen maar aan mijn oorpiercing te draaien en dan zijn we thuis. Goed, antwoordde de tamboer. Wens ons dan bij de stadspoort. En ze draaide aan haar oorpiercing en in een oogwenk waren ze bij de stadspoort... Maar de tamboer zei, ik wil eerst naar mijn ouders gaan om hun het nieuws te vertellen. Wacht hier buiten op me, ik ben zo terug. Ach, zei de koningsdochter, ik smeek je, pas goed op jezelf. En als je bij je ouders komt, kus hen dan niet op de rechterwang, want dan vergeet je alles en blijf ik hier alleen en verlaten achter in het veld. Hoe kan ik jou vergeten, vroeg hij, en hij gaf zijn hand erop, dat hij heel gauw wilde terugkomen. Hij hing zijn tamboer om en ging wandelend naar het huis van zijn ouders.
toen hij het huis van zijn vader binnenkwam, wist niemand wie hij was. Zo was hij veranderd. Want de 3 dagen die hij op de Glazen Berg had doorgebracht, waren eigenlijk 3 lange jaren geweest. Hij vertelde wie hij was en zijn ouders vielen hem van vreugde om de hals en hij was zo ontroerd dat hij hen op beide wangen 3 maal kuste en niet dacht aan de woorden van het meisje. Maar toen hij hun de 3de kus op de rechterwang had gegeven, verdween elke gedachte aan de koningsdochter uit zijn hoofd. Hij maakte zijn zakken leeg en legde handenvol reusachtige edelstenen op tafel. Zijn ouders wisten gewoon niet wat ze met die rijkdom moesten beginnen. Toen bouwde zijn vader een schitterend kasteel, omgeven door tuinen, bossen en weiden, alsof er een prins moest wonen. En toen hij klaar was, zei zijn moeder: "Ik heb een meisje voor je uitgezocht. Over 3 dagen is de bruiloft." De zoon vond alles goed wat zijn ouders wilden. De arme koningsdochter had lang buiten de stad op de terugkeer van de jonge man zitten wachten. Toen het avond werd, zei ze: "Hij heeft vast zijn ouders op de rechterwang gekust en nu is hij mij vergeten." Haar hart was vol van verdriet en daar zat ze dan, huilend, huilend, helemaal alleen. Ze draaide aan haar oorpiercing en wenste zich in een eenzaam boshuisje en wilde nooit meer terug naar het hof van haar vader. Elke avond ging ze naar de stad en daar liep ze langs het huis van de jonge man. Soms zag hij haar wel, maar hij kende haar niet meer. Na een tijdje hoorde ze de mensen zeggen: "Morgen is een bruiloft, morgen is een bruiloft." En toen zei ze: "Ik zal proberen zijn hart terug te winnen." Toen de eerste bruiloftsdag werd gevierd, draaide ze aan haar oorpiercing en sprak: "Een gewaad glanzend als de zon." En meteen lag het gewaad voor haar en het glansde zo dat het wel van louter zonnestralen geweven leek. Toen alle gasten bijeen waren, ging ze de zaal binnen. Iedereen verbaasde zich over het mooie gewaad, vooral de bruid. En omdat mooie gewaden haar lust en haar leven waren, ging ze naar het vreemde meisje toe en vroeg of ze het wilde verkopen. "Niet voor geld," antwoordde zij, "maar als ik de eerste nacht voor de deur mag zitten waar de bruidegom slaapt, dan zal ik het geven." De bruid kon haar verlangen niet bedwingen en stemde toe. Maar ze deed een slaapdrank in de avondwijn van de bruidegom en daarvan viel hij in een diepe, diepe slaap. Toen hij uiteindelijk zo diep sliep dat het snurken ook stopte en het doodstil was geworden, hurkte de koningsdochter voor de deur van de slaapkamer, deed hij een beetje open en riep naar binnen: "Tamboer, tamboer, luister toch. Ben je me echt vergeten? Je was op de Glazen Berg gezet. Bij de heks heb ik jou het leven gered. Dat moet je toch nog weten. Tamboer, tamboer, luister toch." Maar het was allemaal te vergeefs. De tamboer werd niet wakker en toen de morgen aanbrak, moest de koningsdochter, onverrichte zaken, weer weggaan. De 2e avond draaide ze aan haar navelpiercing en sprak: "Een gewaad zilver als de maan." En toen ze met het gewaad, dat zo teer was als de maneschijn, op het feest verscheen, wekte ze weer het verlangen van de bruid en ze gaf het gewaad weer in ruil voor de toestemming om de 2e nacht voor de deur van de slaapkamer door te brengen. De bruid gaf haar aanstaande bruidegom weer een slaapdrank en hij viel weer in slaap toen hij op bed lag. En toen het uiteindelijk stil werd, omdat hij zo diep sliep dat ook het snurken ophield, riep ze in de nachtelijke stilte door het spleetje van de deur: "Tamboer, tamboer, luister toch. Ben je me echt vergeten? Je was op de Glazen Berg gezet. Bij die heks heb ik jou het leven gered. Dat moet je toch nog weten? Tamboer, tamboer, luister toch."
Maar de tamboer, verdoofd als hij was door de slaapdrank, was niet wakker te krijgen. Bedroefd ging ze 's morgens weer terug naar haar boshuis. Maar de bedienden in het grote huis hadden de klacht van het onbekende meisje gehoord en brachten die over aan de bruidegom. Ze vertelden hem ook dat hij er niets van had kunnen horen, omdat ze een slaapdrank in zijn wijn hadden moeten doen. De derde avond draaide de koningsdochter aan haar neuspiercing en sprak: een gewaad flonkerend als de sterren. En toen ze zich daarmee op het feest vertoonde, was de bruid helemaal buiten zichzelf van het gewaad, omdat het zo prachtig was en de andere gewaden nog ver overtrof. Ik moet en zal het hebben, zei ze. Het meisje gaf het haar, net als de andere gewaden, in ruil voor de toestemming om die nacht voor de deur van de bruidegom door te brengen. Maar nu dronk de bruidegom de wijn niet op, die hem voor het slapen gaan werd gegeven. Nee, hij goot hem achter zijn bed. En toen alles in huis stil was geworden, hoorde hij een zachte stem die tegen hem riep: tamboer, tamboer, luister nou toch. Ben je me echt vergeten? Je was op de glazen berg gezet. Bij die heks heb ik jou het leven gered. Dat moet je toch nog weten. Tamboer, tamboer, luister toch. En plotseling keerde zijn herinnering terug. O, riep hij, hoe heb ik zo trouweloos kunnen handelen? Maar dat komt door de kus die ik mijn ouders in de vreugde van mijn hart op hun rechterwang heb gegeven. Die heeft mij verdoofd. Hij sprong op, nam de koningsdochter bij de hand en bracht haar naar het bed van zijn ouders. Pa, ma, dit is mijn ware bruid. Als ik met die andere trouw, bega ik een groot onrecht. Toen zijn ouders hoorden hoe alles in zijn werk was gegaan, stemden ze toe. Nu werden de lampen in de zaal weer aangestoken, er werden pauken en trompetten bijgehaald, de vrienden en familie kregen een uitnodiging om terug te komen en de ware bruiloft werd met grote vreugde gevierd. En de eerste bruid hield de mooie gewaden als vergoeding en daar was ze tevreden mee. En ze leefden nog lang en gelukkig. Het volgende verhaal heet De Drie Spinsters naar een sprookje van de gebroeders Grimm. Er was eens een lui meisje dat niet wilde spinnen. En wat haar moeder ook zei, ze kon haar niet zo ver krijgen. Op een keer verloor de moeder eindelijk haar geduld en gaf haar een pak slaag, waarop het meisje hard begon te huilen. Op dat moment reed de koningin langs en toen die het gehuil hoorde, liet ze haar koets stilstaan. Ze ging het huis binnen en vroeg de moeder waarom ze haar dochter zo sloeg dat het gehuil buiten te horen was. De vrouw schaamde zich voor de luiheid van haar dochter en durfde er niet voor uit te komen en zei: ik kan haar gewoon niet laten ophouden met spinnen. Ze wil altijd en eeuwig maar spinnen. En ik ben arm en kan haar niet zoveel vlas bezorgen. De koningin antwoordde: ik hoor niets liever dan spinnen. En niets maakt mij zo blij als het snorren van een spinnenwiel. Toen het luie meisje zag dat het de koningin was, stopte ze spontaan met huilen. De koningin vervolgde: laat uw dochter met mij mee naar het paleis gaan. Ik heb vlas genoeg.
Daar kan ze spinnen zoveel ze wil. De moeder juichte dit van harte toe en de koningin nam het meisje mee. Toen ze in het paleis waren gekomen, bracht de koningin haar naar boven, waar 3 kamers van onder tot boven vol lagen met het mooiste vlas. Ga dit vlas maar spinnen, sprak ze. En als het je lukt, krijg je mijn oudste zoon tot gemaal. Hij heet Willem-Alexander. Het kan mij niet schelen dat je arm bent, want je onvermoeibare ijver is voldoende als bruidschat. Het meisje schrok hevig, want zelfs als ze 300 jaar te leven had en er elke dag van 's morgens vroeg tot 's avonds laat aan had kunnen werken, dan nog had ze het vlas niet kunnen spinnen. Toen ze alleen was, begon ze te huilen en zo zat ze daar 3 dagen zonder een vinger uit te steken. Op de 3e dag kwam de koningin klagen over het geluidsoverlast. En toen ze zag dat er nog niets was gesponnen, was ze verbaasd. Maar het meisje voerde als verontschuldiging aan dat ze zo bedroefd was om het vertrek uit haar moeders huis en daarom nog niet had kunnen beginnen. Dat excuus aanvaardde de koningin maar. Maar toen ze wegging, zei ze: morgen moet je wel met het werk beginnen. Toen het luie meisje weer alleen was, wist ze zich geen raad meer en wanhopig ging ze voor het raam staan. Daar zag ze 3 vrouwen aankomen. De eerste had een brede platvoet, de tweede een hele grote onderlip dat die over haar kin hing en de derde een brede duim. Ze bleven voor het raam staan, keken naar boven en vroegen het meisje wat haar scheelde. Zij klaagde haar nood. En toen boden ze haar hun hulp aan en zeiden: als je ons op je bruiloft uitnodigt, je niet voor ons schaamt en zegt dat wij je nichten zijn en ons ook aan je tafel laat zitten, dan zullen wij al dat vlas voor je spinnen en wel in zeer korte tijd. Heel graag, antwoordde zij, kom maar binnen en begin meteen met het werk. Ze liet de 3 merkwaardige vrouwen binnen, maakte een plekje vrij in de eerste kamer en daar gingen ze zitten spinnen. De ene trok aan de draad en trapte op het wiel. De ander likte aan de draad en de derde draaide hem rond en tikte met haar vinger op de tafel. En bij elke tik die ze gaf, viel er een tol heel fijn gesponnen garen op de grond. Voor de koningin verborg ze de 3 spinsters. En telkens als deze kwam kijken, liet ze haar de berg gesponnen garen zien, zodat ze niet ophield haar te prijzen. Toen de eerste kamer leeg was, begonnen ze aan de tweede en tenslotte aan de derde, en ook die was al snel leeg. Nu namen de 3 vrouwen afscheid en ze zeiden tegen het luie meisje: vergeet niet wat je ons hebt beloofd. Het zal je geluk brengen. Toen het meisje de koningin de lege kamers en de grote berg garen liet zien, begon de koningin de bruiloft voor te bereiden. De bruidegom was blij dat hij zo'n handige, ijverige vrouw kreeg en overlaadde haar met lof. Ik heb 3 nichten, zei het meisje. Die zijn erg goed voor mij geweest, dus ik zou hen niet graag vergeten nu ik zo gelukkig ben. Vinden jullie het goed dat ik hen voor de bruiloft uitnodig en dat ze mee aan tafel zitten? De koningin en de bruidegom zeiden: waarom zouden we dat niet goed vinden? En toen het feest begon, kwamen de 3 joffers in wonderlijke kleding binnen en de bruid zei: welkom, lieve nichten. Ach, zei de bruidegom, hoe kom jij zo aan zulke lelijke familieleden? En daarop ging hij naar de vrouw met de brede platvoet en vroeg: waarvan heeft u zo'n brede voet gekregen? Van het trappen, antwoordde zij, van het trappen. Toen ging de bruidegom naar de tweede en vroeg: waarvan hebt u die hangende lip gekregen? Van het likken, antwoordde zij. Van het likken. En toen vroeg hij de 3e vrouw: waar hebt u zo'n brede duim van gekregen? Van het draaien, antwoordde zij. Van het draaien. Toen schrok de koningszoon en sprak: mijn mooie bruid mag nooit en te nimmer meer een spinnenwiel aanraken. En daarmee was ze van het nare vlas spinnen verlost. En het feest kon beginnen.
En ze leefden allemaal nog lang en gelukkig. En dit was weer het einde van dit verhalenuurtje. Ik hoop dat jullie hebben genoten. Ik zou het fijn vinden als jullie mij dat laten weten door een duimpje achter te laten onder de video en misschien ook nog wel een reactie. Ik hoop jullie heel snel weer tegen te mogen komen in mijn live online handwerkcafé. Maar over een paar uurtjes zijn we sowieso weer geopend. Iedereen enorm bedankt voor het kijken. Ik wens jullie een fijne dag verder. En toedeledokie, tot ziens. Tot de volgende keer maar weer. Dag allemaal. Fijne dag. We haken nog even een minuutje door. En dan is het echt klaar. Zo, daar gaan we. Einde.